Ja, we zijn nu onderweg naar Festivak. Dit is de entree. Niet zo moeilijk, gewoon in Rosmalen. En er staat heel opvallend, vind ik zelf wel. Alleen welkom op Festivak. Ik zie nergens de feestdagen, maar goed, we rijden gewoon lekker verder. En ja, allemaal welkom. Oké, fijn zo. Wat zie je dan eerst? Opbouw, Festivak, bezoekers rechtdoor. Nou, dan ga ik gewoon rechtdoor. Powerwall is ook wel wezen. Beetje uitkijken hier. Wie gaat naar voren? Ah, wie heeft zich daar weer zo mooi geposteerd? Het is het Arendje, chef Goester. Prima. This is a party company. Ik ga weer ver. Zijn er wat mensen? Ja, er zijn nog wat auto's op de parkeerplaats die hier niet zo goed te zien is. We gaan draaien, we komen hier bij die locomotief. En het wordt weer lachen. Heel fijn. Oké, ik sta lekker vooraan. Prima dan. Ciao. Zo, wat gebeurt hier even allemaal? Even kijken. Ik heb geen idee. Op Festivak geloof ik. Nu geopend. De beurs geopend. Hele fijne dag allemaal. Dank je. Dank wel. Hey Jill. Onbekende mensen hier. Holland Evenementengroep. Hey Patrick. Patrick. Ja, we zijn aan het filmen. Oké, hier. Patrick Smits van Waardsberg van Photonic.nl. De organisator van het spel Han Bosman. Ja, daar is hij hoor. Ja, ik ben het maar. Ik ben het maar. Het is rechtsaf naar Festivak. Linksaf naar de feestdagen, daar is Han Bosman met een kaart voor mij, Han. Hartelijk dank. Kijk, en hier zit hij dan, Patrick Smits van Maatwerk, is al druk aan het werk. Nog 5 minuten is de beurs geopend en hij is er wel. Bij? Oh, Experience. Ah, moet kunnen. Het is 10:50. Kijken we even verder, zien we de heren van Jubileumfeest. Hallo. Wat ik prettig aan het begin staat deze, wat zou het zijn, auto. En dan hebben we verder de lanyards en de bandjes. Wat hebben we hier? Hera's hekwerk. De vormgeving van veiligheid. En natuurlijk de motor. Kijken we even verder en zien we een opblaas ding. Allemaal prettig. Tot zo. Er kan ook worden gelaserscorst. Dat doen ze bij, ja, lasersport.
staat een vrij grote stand van Stageco Nederland, BV, met hier waarschijnlijk de eigenaar. Pakken we met meneer Goester zelf. Even off the recordje met René Leenestad. Ontzettend interessante informatie, maar daar mag ik niks over kwijt. Jammer dan. Ah, dat komt nog wel. Een film hoor. Hier huist Festivork. Ja, ja, dames en heren. Ach, het is een landa. Oh nee, Festivork, nee, sorry. Artiesten. Ja, die helikopter die gaat naar Festivork. Zeker weten. Edwin, ben je er ook weer? Het was leuk gisteravond, hè? Ik moet jou erop hebben. Deze zijn voor jou, hè? Deze jongens zijn voor jou uit België, hè? Ja. Dit zijn de grote jongens. Hoppakee. Je hebt veel bekijkt zo, hè? Ach nee, die pakken we even mee, ja? Ja, ja. Oh, je landen er ook nog bij. Nou wordt het leuk. Op, hè? Ja. Ja. Oh, nu komt het dichtbij. Ja. Van afstand, ja, dan ben je. Oh, ik had het geluid niet aan, dus misschien maar beter ook. En wie komt daar aan? Het is Arjan van Dijk zelf. Met dochter. Waarom moet jij nou weer op de foto? Ja, het is geen foto, het is film, hè? Oh, nog het kon niet leuker. Nee, dat is fijn. Kom, ja, gaat allemaal prima. Ik loop met je mee. Kijken of Arjan van Dijk ook makkelijk binnenkomt. Ja, dat zal toch wel. Ah ja, je kunt gewoon doorlopen. Ja. En weg is die. Daar. Wat ik allemaal aan het doen is, ik weet het niet, maar in ieder geval, grote vriend, ja, daar is het. Oh. Ja, die kennen elkaar.
Oh, dat ging eventjes. Ja, we hadden even geen geluid, maar dat kan het gebeuren. Dit is toch wel erg leuk. Dit is mannen van, wat was het weer? Mannen van... Ik heb het even kwijt. Nou ja. Mannen van de tijd, ja, dat was het. Staat, op het buitenterrein staat een grote tent. Met een loopje er naartoe. En omdat het buiten zo ontzettend zonnig is en heel ruimtelijk opgezet, is het binnen juist super knus. En het is eigenlijk een initiatief van samenwerkende leveranciers in het evenementenvak. En het werkt als een tierenlier. Infobali met de NATV mensen die daar alles regelen. Sowieso veel NATV mensen, studenten, vaak eerstejaars die in het begin staan te controleren wie is en de service en bla bla bla. Met het geluid gaat het niet altijd even lekker hier. Met het zwemmen horen. Maar dat hoort allemaal bij. Even vet inzoomen hier. Ze hebben het niet door en dan krijg je de leukste beelden. Het blijft natuurlijk wel even grappig om de grote man van de evenementenbranche, zonder dat hij weet, te filmen van bovenaf, waar toch niemand staat en niemand er last van heeft. En hij wordt met een zwarte balk gelineerd. Zo gaan we dan. Arjan van Dijk van boven. We hebben hier Peggy nog een keer. Heel veel mensen ontmoet. Ook niet in de gaten, want ze filmen wordt heerlijk. Zo gaat het. Lekker blijfje. Ja. Peggy is de opzetter van dit Mannen van de Tijd. En mag de ronde ons eventjes flink gezoomd in het zonnetje worden gezet. Peggy, blijven we hier. Ja, oké, pak je nou hier. Als je wat wilt drinken, dan pak je gewoon hoor. Oké. Okay. Wat allemaal zegt, ja, dat weet natuurlijk niemand. Zo voor het staan, want ik wilde even iets maken dat het ook wel eens stiller kan zijn. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, hij ziet me al aankomen. Hier, kijk eens. Hallo. Hier hoef je verder even niks aan te doen. Springen de kinderen altijd gezellig. Benji Fun. Wat staat hier interessant? Oké, prima. Dit is de stand waar onder meer United Color, Kobe in staat. Event Factory, Oriental Catering Concepts. Nou, dat is een ontzettend leuke stand, leuk gebouw. En er valt natuurlijk ook bij Oriental Catering te eten. En daarom zijn hier altijd wat meer mensen dan van nergens anders. Hoewel dat ook wel heel erg meevalt. Het is nu 4:15. Ik ben even zijn achternaam vergeten, maar in ieder geval hebben we hier Henk van Oriental Catering Concepts, de oprichter. Ik praat met mannen met geld, dus is altijd goed. Ja, zo'n fontein is altijd leuk. En wie zijn de mensen die daar achter zitten? Dat is JMR Waterworld.
Kijk op jmrwaterworld.nl, JMR met een driepoot. En ze zullen me dankbaar zijn, want hier zitten de heren. Even kijken. Zoomen, allemaal rechtop zitten. Daar gaat hij dan. 1, 2, pap. Ja. En rook maar lekker door. Nogmaals, dames en heren, dit is www.jmrwaterworld.nl. Fantastisch. Ja, dat is de baan waar iedereen aankomt. Dus hier ga je registreren. En vervolgens ga je hier zo door de poortjes. En dan loop je daar verder naar binnen bij deze ingang. En dan ben je bij de festival. Kijken we even naar links. Dan is dat... Dit is het buitengebied. Hier lopen we naar buiten. Hier komen ook weer mensen naar binnen van het buitenterrein. En hier ga je bij de feestdagen naar binnen. Dit is de Eventron. En rechts was... Expo Droom of Expo Dome. Oké. Hier komen we bij het Eventron. En er wordt ook gewacht bij de toiletten. Je loopt hier zo heel plezierig naar binnen. Ja, het is altijd leuk als mensen niet doorhebben dat ze gefilmd worden. Ah, de dames en heren van Photonic. Kijk eens aan. Wat is je naam ook alweer? Ja, loop maar weg. Oh, Photonic. De dames en heren. Oh, Patrick. De man die 3 jaar geleden een prachtig bedrijf Photonic heeft opgericht. Een miljoenen onderneming intussen. En die staat hier gewoon in ons land op die event rond. Ook bij zo iemand die niet doorheeft dat hij gefilmd wordt. Altijd leuk. Fijn met muziek bezig. Dat doet het altijd leuk. Okay. Ja, dit is toch wel mijn favoriete hoekje. Ben je aan het afruimen? Oh. Dus er komt geen koffie meer bij mij naar binnen? Morgen weer. Oh, morgen weer. Hoe laat is dit dan afgelopen? Om 5 uur? Om 5 uur. Oh, 5 uur? Oh, en festivak 6 uur? En de andere festivak 6 uur dus? Ah, geinig. Bedankt voor de info. Ja, pakken we toch nog even Sven Versteeg die wegloopt. Het is gebeurd, 5 uur. Hoewel het natuurlijk 5 uur is, hebben de dames en heren van Photonic het nog druk. Want volgens mij is Festivak nog wel steeds open. Kijk, ze lopen weer lekker rond met die monitor. En wat komt er dan van terecht? Eens kijken. Kijk, Hulskamp. Photonic, komen met die foto's. 1, 2, 3 en 4, 5, 6. En daar staat het. Hoppakee, klaar is Kees. Photonic.nl, kijk het allemaal. Het is 5:05, daar komen de eerste mensen het pandje uit. En wat gaan we doen, artiesten? Waar zijn jullie van? Even voor de promotie. Cocktails en More. Cocktails&More.nl ja. Natuurlijk, hè? Oké, het staat erop. Ja, jullie zijn van? Oh. Dat is toch wel weer een leuk evenement? Gewoon eikels plukken. En genoten allemaal? Ja. Deze fijne beurs? Oh, oké. Okay. Heerlijk. Goed zo. Meneer, ook genoten van deze beurs? Ook genoten van deze beurs? Ja, dat was mooi. Oh, leuk. Even fijn om te horen. Prettige beurs gehad? Een prettige beurs gehad? Dat was prima. Oh, goed zo. Ja, op deze manier doen we onze enquêtes. We staan gewoon bij de deur en vragen... Hebben jullie een fijne beurs gehad? Oh, fijn om te horen. Ja. Morgen weer, hè? Ja. Overmorgen weer, gewoon 9 uur achter elkaar. Goed zo. Fijne beurs gehad, leuk? Ja, leuk. Gezellig. Even een beetje kritisch nou. Hoe was het? Prima. Oh, oké. Okay. Kijk, hier hebben we onze Nel. Het is inmiddels 5:10. Nel, heb je wel lekker gewerkt? Zet het er weer op? Waar blijft dat sigaretje? Ja, wat moet ik nou doen? Ik zit te wachten op vervoer. Oké. Okay. Oh, zijn jullie het? Shit, dat zie ik dan niet, hè? Oh, maar dat zijn onze overburen. Hier hebben we in het midden Mel. It's Mel in the middle. Jesse on the right en Jeff on the left, hè? Oké, okay, thank you. Even voor de enquête, heb je een leuke dag gehad? Super. Oh, oké, okay, fijn. Morgen weer, hè? En dan overmorgen weer, 9 uur achter elkaar.
dit zullen toch wel de laatste mensen zijn. Nee, dat is niet waar. Onze eigen mensen zijn nog niet eens weg, dus dat is om 4:15. Duidelijk bezoekers. Duidelijk te zien, dit zijn bezoekers. Maar dan gaan we eens even vragen hè, voor de enquête. En dan komen jullie morgen weer? Dan komen we morgen weer. Oh, oké. Okay. Ik wel. Dit is ook wel zo. En dan 9 uur achter elkaar? Hè? En dan 9 uur achter elkaar van 10 tot 8? Is het 11 tot 8? Nee, dat denk ik niet. Oh, oké. Okay. Waarom niet? Ja, waarom niet? Nee, ik moet morgen gewoon weer werken. Ah, er wordt weer gewerkt. Fijn. Succes. Dankjewel. Doei. Actually, we're much, much older. And I think we need to be very, very conscious of that. It's almost like we're going to have 4 generations of youth culture effectively coexisting with the cash being amongst the older players in the youth culture game. And I think that this whole idea about young getting old, old getting younger, also flip-flopped in terms of family decision-making. When you think about who's running to the supermarket and who's doing family meal planning, for example, I think it tends to fall absolutely outside of the traditional demographic in a lot of cases. It's either the grandmother or the grandfather who's the aging parent living in a multi-generational household, or it's a teenage child who's the gatekeeper to the family refrigerator. It probably doesn't tend to be that 30-something stay-at-home mom that most of us have been marketing to around those areas for a long time. I don't think she exists anymore. But actually, she's just a multiplicity of life stage niches. And age is not necessarily particularly prescriptive of most things. Age ranges, yeah. Maybe another part to that, in terms of wrapping up, is looking at the 50-to-70-year-old very, very differently. The 50-to-70-year-old already has their children out of their home. Is as promiscuous as a teenager in terms of brand experimentation. The 50-to-70-year-old has a little bit of discretionary cash, they have their health, and they have their sense of the world. They're pretty experimental, and they will try new things. And whether it's new shampoo, or it's a new weekend destination, or it's a new restaurant, they're way more open-minded than they've ever been in the past. And I think we need to learn to market to them, because right now we've written them off as dead at 50. Which is really stupid. You have about 6 more autos to buy from 50 till they stop driving, whether you like it or not. And they have years and years of spending money and buying product. And I don't think we're paying enough attention. I don't think any of us really know what 50 is today. And I think that most people would have a very hard time accepting the 50 as Sharon Stone. I think in our brain, Sharon Stone is locked at 36 and she's not allowed to grow any older. And I think we really do need to focus ourselves on what is 50, what is 60, what is 70. I mean, there's a big hoopla this week in the US about Jane Fonda being on the cover of a magazine, a model being kicked off the cover because Jane Fonda's on. She didn't allow them to airbrush her wrinkles. But Jane Fonda's making a very big deal about what it is to be 63. Because in our minds, Jane Fonda is probably still locked at about 42. And I think that we need to allow ourselves to understand what age is going to mean going forward. So I think as marketers, all of us have a very